Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht wordt meer in het binnenland nog een regenbui verwacht. Aan het eind van de nacht is er lokaal nevel mogelijk. Morgenochtend blijft het tijdelijk bewolkt met een toenemende kans op een regenbui. Naar het einde van de middag toe neemt deze kans weer af. De wind varieert vanuit het noordoosten tot het oosten met snelheden die kunnen oplopen tot 30 km per uur. Lokaal is het winderig met enkele windstoten. Mogelijk wat rukwinden in de middag en met een tijdelijke toename tot maximaal 55 km per uur. Meteorologische dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig wordt met enkele windstoten, mogelijk ook wat rukwinden in de middag, voornamelijk in het kustgebied.